Hey, nou, wat ik nou heb hier zo, kijk nou is echt een landrover. Landrover, nee, racerover. Een EOVIC of zoiets. Nou, hartstikke een mooie auto. Oh, gaat iemand instappen? Ja, en dat is... Ik moet wat rustiger praten. Ja, kijk eens wat een prachtige auto, een mooie kleur. Een racerover. Nou, dat is de welbekende en beruchte... Ja, gaan we zwaaien. Ah. Nou, ja, een knopje heet dat. Een knopje. Hij doet hem. Kijk eens, het knopje gaat omhoog, omlaag. Dan kun je zo in de R van reverse. Nou, dit is André. Ja. Van Cher. Of Cher en André van André. Nou, dit is de auto van Cher. Oh, kijk. Ja. Hij is niet van mij. Ja. Ik mag er af en toe weer rijden. Ja. Naar mij toe. Hij was hier gisteren. Alleen, ja... Hartstikke goede auto, prima, een paar kleine dingetjes, opgeknapt. Maar toen had ik mijn remmenbank had ik laten keuren die dag ervoor. Nou, goed gekeurd natuurlijk, ga ik beginnen met werken. Godsamme, doet hij het niet. Nou, en dat vind ik, nou, dat er gebeurt. Ik zit nou op mijn stoel, die hebben ze hier neergezet, joh. Wat gebeurt er allemaal? Nee. Laat eens op de hand. Ja, moet je achterin zetten? Nee hoor, dankjewel. Moet je echt achterin zetten? Nee. We hebben gelukkig stoelen daar. Ja. Dus die bank doet het niet. Nou, dat vind ik, ja, kan gebeuren. Maar hij komt helemaal uit Dordrecht. Moest ze rijden bij dat. Wat hoor ik nou? Ja, dus dat je riemen niet om hebt, hè? Sam heb ik, ja. Geen riemen. Hij zit. Toch? Ja. Zat je daar? Je hebt even lekker dicht. Maar goed, helaas. Remmenbank was niet goed. Dus laten maken, gelukkig gisteren nog. En komt hij vandaag toch nog lekker hier naartoe gaan. Maar goed. Ja. Gaan we nou praten? Ja, moet ik praten? Ja, jij moet praten. Ja, gaat... Nou, dat is André. André zit in de partywereld een beetje. In de organisatie, zeg je het een beetje goed? Op de achtergrond. Hij gaat het nu even afmaken. Ja. Op de achtergrond? Nee hoor. Mijn vrouw die is gewoon... Cher, die is gewoon label manager van een heel mooi label. Nocturnal. Kutje eventjes. Ja, maar ja, hij is een mooie baan. Ja, maar ik wil jouw auto niet kapot maken. Nee, want dat kost je geld. Nee. Ja, ja, dus ja, dat gaan we niet doen. Hem. Ja, maar dat is toch... Dan zit ik in de schaduwwereld, dus kan ik dat dus snel regelen. Kijk, dus dat scheelt wel in de kleurtjes, ja. In de lakjes. Ja, alles in de kleurtjes. Maar wat vind je van de auto eigenlijk? Ik? Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is Engels, het moet olie lekken, het moet alle rommel rijden. Dat, dat doet het allemaal niet. Nee. Het is gewoon een goede auto. En hij is gechipt. En speciale uitvoering, want er zijn er wel. Maar ik mag niet het bouwjaar zeggen, wat is er wel om... Oh, wit kenteken jongens, uitkijken. Nee, Italiaan. Italiaan, oh. Dus, maar nee, ja, goed, hij heeft met, inderdaad met rode bekleding en speciale uitvoering, ja. Dus, en rood kun je ook afstellen, rood. En die kun je hier zo afstellen. Die gaat wel heel erg hard. Ja. Deze is best wel snel. Ja, deze gaat, ook. Oh, maar die gaat erin. Om. Huh? Maar dan moet je gewoon gas geven, dan gaat hij ook. Ja, maar ja, daar tegen die met één hand, hè. Ja. En dit voor een viercilindertje, nou, dat gaat best. Ja. Maar deze auto, speciale uitvoering, nou, ja. Je volgens mij rijdt er ook niet zoveel van. Maar moet je het bouwjaar zeggen? Waarom niet? Oké, okay, 2012. Ja? Nou, dat is volgens mij lopen er een paar gevangenen ontsnapt daar zo. Ik weet het niet, maar... Er komt van alles hier. Ja, dat wordt allemaal weer betaald. Ja, allemaal mooie dingen. Kijk, kijk eens, allemaal gevangenis. Ja. Ja, even zwaaien. Hè? Ja, hey, jongens, zwaaien. Goed, jongens. Oh my god. Ja. Nou, we gaan hier weer de hoek om. Wacht op. Ja, mij wel, het is toch niet mijn wagen. Nee. Nou, je rijdt jezelf met helmpjes op. Ja. Oh, ze zijn van Valk en de Groot. Ik denk dat het zijn ontsnapte criminelen. Nou, ik zei dat niet. Nee, maar de Grover, race Grover. Maar ja, Cher, die heb ik dan toevallig, die werkt bij Martin Don. Martin Don? Nee, ja, Martin die, Don. Ja, die. Ja. Maar die... Dat werkt ze niet meer. Nee, die is helemaal verhuisd naar Dordrecht. Ja. Die is lekker romantisch gaan samenwonen met André. Zelfs getrouwd. Ook nog getrouwd? Ja, tuurlijk, daar was ik bij. Ja. Is het feestje. Ja. Ja, goed. Dat was alweer 11 jaar geleden hoor. Ja, dat klopt. Komen we meer mensen tegen. Tijd vliegt. Maar ja, 11 jaar en 13 jaar, 14 jaar is het kritische getal. Ja, maar we zijn al 21 jaar. Ja, maar dat zegt niks officieel hè. Oh, okay. Oh, dit is geweldig. Nou ja, goed, we kunnen nog over meerdere dingetjes hebben. Maar André doet ook privé een beetje vrachtwagens rijden. Ook heel leuk. Ja. Stelde die. Hartstikke apart. Zaterdag
Gewoon geweldig. Nee, gewoon op de vrachtwagen. Leuk. Ja. Gewoon, ook maar, gewoon een normale jongen. Ja. Toch? Had je niet verwacht? Ja, dat had je wel. Nee, maar goed. Gods. Je moet gewoon eens een P zetten, hè? P van P van Park, hè? Ja, en dan gaat hij ook op zandrem, zag ik al, voelde ik. Ja. Nou, dit is toch een geweldige auto. Zullen we nog even onder de motorkap kijken? Ja, we gaan even onder de motorkap kijken. Want voor mij is ook echt een mooie kleur. Nou ja, weet je wat het allermooiste is? Kijk eens. Is dat de remklauwen zijn in dezelfde...